Ja, Amerika in het nieuws. Ja, niet zo'n beetje ook. Met die Biden en die Trump. Ja, dat ziet er allemaal niet goed uit. Dat ziet er heel matig uit. Zo van een afstandje. En dat is het ook, vrienden. Ja, Amerika kan natuurlijk heel en heel veel beter dan dit. Maar goed. En maar, op tv heeft iedereen het erover. Constant is er mening over Amerika. Ik heb daar dus, vrienden, ik heb daar 15 jaar gewoond. In Amerika. En ik ben van Amerika gaan houden. Amerika is gewoon een echt, echt, echt een heel leuk land. Maar vanuit Nederland is er altijd een soort mening en altijd een soort neerkijken op Amerika. Of een schouder ophalen van, ah ja, dat is zo Amerikaans. Of, ah ja, die oppervlakkige Amerikanen. Hoezo oppervlakkig? Hoezo zouden ze in New York of in Los Angeles of in Chicago of in Boston, zouden ze daar oppervlakkig zijn? Daar wonen hele intelligente mensen natuurlijk. En die worden dan in één keer met z'n allen worden ze weggezet als oppervlakkig. En alles is maar Amerikaans. En ja, natuurlijk is het raar dat daar mensen lopen, dat iedereen een geweer of een pistool mag hebben. Ja, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik woonde als enige in de hele omgeving zonder een geweer. Iedereen had er eentje achter zijn voordeur staan. En ze vonden mij niet goed bij mijn hoofd. Dat is gewoon de cultuur, vrienden. Dat hebben ze zo met elkaar afgesproken. Zij konden het bijvoorbeeld niet begrijpen dat wij na 12 jaar een moordenaar van Pim Fortuyn vrijlaten. Toen zeiden ze, Harry, wat is daar aan de hand in dat rare landje van jou? Dat is de cultuur, vrienden. Dat hebben wij dan kennelijk in Nederland ook zo met elkaar afgesproken. En dat moet je dan respecteren. Maar in Nederland hebben we dus allemaal een mening over Amerika. En dan denk ik bij mezelf, denk nou even het volgende. 40-45, als Amerika niet had ingegrepen en niet had geholpen, hadden we nu allemaal Duits gesproken. Heel simpel. Heel simpel. En nu weer, want als Amerika niet mee zou doen in die oorlog met Oekraïne, dan hadden we nu, dan stonden die Russen nu al bij ons op de stoep. Nu al. En dankzij Amerika houdt Poetin zich in. Want die denkt, ho, ho, ho. Daar ga ik niet aan beginnen. En als er iets is in de wereld, vrienden. En altijd kan zijn een ramp. Kan zijn een burgeroorlog. Kan zijn whatever. Iets met natuur. Dan de eerste helikopters komen altijd uit Amerika. Het is altijd Amerika die daar het eerste komt en het eerste helpt. De hele wereld, iedereen kijkt naar Amerika. En Amerika is daar natuurlijk ook doodmoe van dat ze altijd de politieagent van de wereld moeten spelen. En zo zit het, vrienden. Denk daar nou eens aan. Wat Amerika allemaal al voor ons doet en wat ze allemaal al gedaan hebben. Ja, als je een volgende keer weer een beetje negatief bent over Amerika.